verstand zijn allebei 100% bezig. Ja. Maar hoe? We zijn geen engelen. Nee. Dus als je één van de twee loslaat, dan schiet je uit de bocht. Nee. Maar het vaststellen of je op de lijn van je zingeving zit, dat kan dus alleen op gevoelsniveau. Ja, maar dat krijg je een gevoel van innerlijke rust. Het voelt goed. Nee. En dat hoef ik niet aan de hand van. Nee, dat hobbelt. Oké. Okay. Dat is een proces. Ja, dat is het beeld wat ik had. Dat en dat proces is een verhaal. Ja. Dus jouw levensverhaal. Ja. Je verhaal. Ja. Scenario van jezelf. Ja. Je begint een scenario als een held. Ik wil dat worden. Ja. Gaat mislukken, dan wil ik dat. Gaat willen en dan gaat we dat. Dan kan je dus. Maar ligt het dan niet voor dan dat je dat verhaal pas kan beoordelen op het moment dat je terugkijkt? Dat verhaal ken je niet, dat ontwikkelt zich in de loop van je leven pas. Ja. Ik weet mijn verhaal niet tot aan het eind van mijn leven. Nee. Ik ontdek het naarmate ik ontwikkel. Okay. Dat is het probleem. Ja. Je komt niet ter wereld met hier heb je een verhaal. Nee. Nee. Dat verhaal ontwikkelt zich door het te doen. Ja. En daarin zegt u, daarin en daar ga je vallen, vallen je dingen toe. Als je op het... En hier kom je tot een punt waarvan ik zeg, ja. Kun je nooit alleen. Nee. Heb je vrienden voor nodig. Anders word je bang. Ja. Nou, dan wil ik even een voorbeeld geven. De concentratiekamp zat er een psychiater. En die zag dat de Joden vaak doodgingen voordat ze vergast werden. Terwijl hij wist dat de gasinstallatie te klein was. Dus nooit konden andere Joden worden vergast. Maar ze gingen toch dood voordat ze naar de gasbaan gingen. Viktor Frankl was dat. Een Joodse, Oostenrijkse psychiater. Wat deed Frankl? Hij zei... Kerel, wil jij een uur hem begeleiden als zijn vriend? Na een uur doe het toch een uur. Na een uur doe het toch een uur. Wat gebeurde er? Tussen die twee ontstond er een band. En ze overleefden. Zie je? Wij zijn geen individualisten. Wij zijn van elkaar afhankelijk. En dit heb ik ook meegemaakt in concentratiekamp. Ik ben zelf even in concentratiekamp geweest. Het was geen leuke tijd. De meesten gingen dood. Ofwel van de honger, ofwel omdat ze gewoon met een panzerzwaard patst, kop eraf. Je wist nooit of je kon blijven leven. Als er één ontvluchtte, gingen er 10 koppen eraf. Je wist nooit of je kon blijven leven. Maar een klein groepje overleefde, waaronder ik, anders zou ik hier niet staan. Wat is mijn conclusie? Niemand heeft het overleefd die geen vrienden had. Het voorbeeld. Niemand. In een noodsituatie, in zo'n situatie, kunnen we elkaar nooit alleen. Je zingeving vertand. Je weet geen raad. Wat doe je? Je vervalt hier. Je wil overleven. Je zoekt eten. Je wil overleven. Hier zit je concentratie. En dit vervalt. Dit is juist de redding. Wat gebeurt er met mij? Ik geef je dat verhaal van mijzelf. Wat gebeurt er met mij? Na een jaar in een dode cel. Door de cel, we zeggen een klein celletje, uitgehongerd, in het donker. Je weet nooit of het dag of nacht is. Na
aan ja zei, ik ging erop. Ik laat los. Laat me maar doodgaan. Op dat moment ging het door mijn helm. Op dat moment. Het loslaten van je leven is het moeilijkste wat je hebt. Wat gebeurt er op dat moment? Mijn buurman klopt op de deur. Ik zeg, die vent leeft nog. Toen zei ik ja op mijn leven. En ik zei, een hagedis kwam binnen. Ik pakte hem, ik vreet je morgen op, zei ik. Ik wil blijven leven. Voelt u wat een vriendschap aan zijn? En dit is de realiteit. Daar heb ik geen theorie voor. Geen bewijs. Is dat fijn? Viktor Frankl heeft daar een therapie van gemaakt. De logotherapie. Het enige wat ik kan zeggen is dit. Ieder van ons maakt zoiets mee. Dat je tot stilte komt. En dan komt je verhaal. Gewoon jouw verhaal. Geef die stilte een plaats. Daar kom ik straks op terug. Geef ze een plaats. Ik heb hier ook nog wat te vragen. De stilte momenten zijn vaak de kostbaarste momenten. Iedereen maakt mee. Dat je niks hebt gedaan, opeens voel je je zo gelukkig. Waarom weet ik niet? Of je voelt je zo belabberd, je hebt de pest aan alles. Korte momenten zit. Hoe komt dat? Op dat moment is er een kortsluiting. Op dit punt. Ofwel, ofwel je komt op dit punt. Wat doen wij in het leven? We gaan gewoon overheen. In plaats van te luisteren, wat gebeurt er met mij? Dan zul je ontdekken je rijkdom. Ik weet niet wat we laten. Ik wil nog wijzen op deze punten hebben drie communicatiepatronen. Op dit patroon, het doel, is de communicatie digitaal. We zeggen het is ja of nee. Het paard is wit. Ja of nee? Conclusie. Die man is dood. Ja of nee? Die boekhouder klopt niet. Ja of nee? Dat is digitaal. Computer kan het ook. Hoe komt dat? Als je oppermerkt. Die berekening is fout. Die man is dood. Dat paard is wit, ja of niet? Je komt bij de Oosten. Dan kennen ze geen koppelmerk. Die zeggen paard wit, lopen hard op straat, gevaarlijk nat, regen. Yes. Waar gaat dat yes op? Nergens. Dat is een commentaar. Deze mensen zijn relatieculturen, die vertellen altijd verhalen. Die zien iets, oh, het paard loopt hard en die struikelt geregeld glad. Ik vertel dat verhaal aan jou. Jij zegt ja, nou zie ik het ook. Voelt je dat een relatie? Als je een kindje hebt, mama, mama, Jantje stout. Dat is een verhaal. Geen digitale conclusie. Ja, zegt mama. Nou, hij loopt weer weg. Geef het verteld. Verhaal. Mama, Jantje, erg stout, erg stout, erg
Misschien is het helemaal niet stout. Maar ze vertelt een verhaal. Voelt u dat? En dat is de relatietaal. En die herkennen wij vaak niet. We werken vaak met allochtonen, met buitenlanders. Die kennen geen koppelwerkwoord. In China had men bij de Olympiade het grootste probleem, omdat Chinezen altijd ja zeggen. Can you have a meeting this afternoon? Yes. On this evening? Yes. On tomorrow morning? Yes. Altijd yes. Herkennen jullie dit? Hoe komt dat? Dus een taal op dit niveau. Klaasje. Maar is het ook niet dat ze mensen niet teleur willen stellen? Dat ze altijd ja zeggen. Wat zeg je? Is het ook niet dat ze mensen niet teleur willen stellen? Dat ze altijd ja zeggen. Dat is vaak is het zo dat we in relatietalen denken. Mm-hmm. Maar vertalen het in digitale talen. Maar ze zijn wel niet op de meeting, hè? Nee, gewoon verteld. Dus iemand heeft de pest. God, die rotvent. Ja? Ja? Dat is een relatietaal. Je kunt geen nee zeggen. Je kunt altijd ja zeggen, jij begrijpt wat je doet. Ja. Ja. En heel veel bedrijven zijn maar relatietalen. Maar wij beoordelen altijd als digitale talen. Terwijl 60 of 30% van de communicatie is relatietaal. Ik krijg de Chinezen al een beetje beter. Ja, 30% is de laatste taal. Ja. Herkennen wij niet. Dat staat ook niet in de rapporten. Dat horen wij wel, maar we nemen het serieus. Terwijl dat juist de relatietalen zijn waarbij de mensen zeggen wat hun op het hart is. En dan komt het derde niveau. Dat is de zijnstalen. Er zijn vier categorieën. Vier niveaus. Eerste niveau is de stilte taal, silent language. 60% wordt gezegd zonder woorden. De tolk vertaalt altijd wat er gezegd wordt in het Westen. Dat is maar 10%. In Japan wordt ook vertaald wat er niet gezegd wordt. Ja. Zo gebeurt het in Japan. De tolk vertaalt ook wat er niet gezegd wordt. Als je in Arabië komt, zit je een hele week koffie te drinken en te zitten. You like it? Yes. You like it? Yes. Altijd. Ja. Wat gebeurt er op het moment? Die Arabier doorziet je helemaal. Ik mag een voorbeeld noemen. Ik weet of je ooit jong bent geweest. Of je ooit verliefd bent geweest. Of je ooit een avondje aan het strand hebt gezeten met je geliefde. De hele nacht. Kun je natuurlijk maken van dat gesprek. Kun je verliefd was. Die vraag staat. Kun je daar natuurlijk over maken? Je stelt het aan. Liever niet. Als het liever niet. Haar baby in armen. Stel kind stil. De moeder gaat wat breien of lezen. Kind speelt daar. Stil. Ze krijgt bezoek, opeens is stil. Gaat een kind kwijt. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ze waren in een stiltetaal verwikkeld. Komt de zoek, gaat dus een digitale taal spreken. Dat kind wil ook meespreken, stap er geen bal van. Want anders wordt ze doodgezwegen. Voelt u deze taal? In het bedrijfsleven heb je hetzelfde. Je hebt ook stilte taal, wat wij vaak niet opmerken. De
De tweede is de fantasietaal. Werner van Braun, de grote fysicus. Die moest een bom maken voor Londen. Die bom was klaar, maar is nooit afgeschoten. Waarom niet? Hitler had het verloren. Hij werd naar Amerika gehaald en moest een bom maken voor Moskou. Afzetting gemaakt. Hoe komt het dat deze man zo geweldig was? Zijn droom was naar de maan te komen. Als jongen. Dus hij dacht aan project. Toen hij fysicus werd, heeft hij dus aan projectielen gewerkt waarvan hij droomde, het moet naar de maan kunnen vliegen. In zijn droom, in zijn fantasie. Goed dat hij nog naar Londen moet gaan of naar Moskou, mag ook nog, maar ik moet naar de maan komen. En iedereen zei, die vent is gek, is een dromer. Maar ze zijn op de maan. Boeing. Die was, of 30 jaar geleden was dat, of langer. Ik weet nog, toen vroeg, nee al eerder, die maakte kleine vliegtuigen, de Connie. De Connie vloog van de KLM op en neer naar Batavia. Ik ken die wel, die kleine vliegtuig, voor 40 passagiers. En toen zei Boeing, als ik zo doorga, gaan we failliet. Ik moet nu vliegtuigen maken voor 400 passagiers. Als overleven wij niet. Zei iedereen die vent is gek. Hij droomt van vliegen bij veel passagiers. Iedereen zei hij is gek. De motoren hebben we niet. De vliegvelden zijn te klein. De metalen hebben we niet. We hebben geen elektronica ervoor. Die vent is gek. Na een paar jaar vloog de 747 naar Le Bourget. Die vliegt nu nog. Hoe komt dat? Een droom die werkelijkheid. Fantasie. Geef een kind een deken en een stok. Die speelt Pinocchio, die speelt Winnetou, die speelt voor alles. Het is een fantasie. Wat wij doen is vaak dat wij gaan denken over vernieuwingen. In plaats van je voor te stellen, in plaats van te denken hoe moet het bedrijf zijn, kun je je voorstellen in mijn droombeeld, zo moet het bedrijf eruit zien. Maar zulke mensen kun je dromen en dan vertalen naar de werkelijkheid. Grote uitvinders deden dat. Is droom. De combinatie van twee noem ik de storytelling, verhaal. Ik denk dat Johan veel verhalen vertelt. Een combinatie van fantasie en luisteren stil zijn. Als je tegenin gaat, dan kan je het verhaal. Elke onderneming is een proces. Een proces is altijd een verhaal. Je leven is een proces, is altijd een verhaal. Als ik vraag wie ben je, je noemt je naam, wat je doet, dan ligt daar heel verhaal achter. Je begrijpt iemand pas als je zijn verhaal kent. Wij zoeken alleen wat voor diploma's zijn, van wat heb je geleerd, punt uit. Dan weet je niet wie dit is. Het verhaal moet je kennen. De vierde noem ik de liefde. Wat is liefde? Dat ik iets voor jou doe wat jij niet hebt. Jij doet iets voor mij wat ik niet heb. Met elkaar kijken, iets doen voor elkaar. Geen romantiek, gewoon iets doen voor elkaar. Ik wil ook vriendschap doen. Er is een Amerikaanse generaal, ik ben de naam vergeten.
meest geliefd door zijn manschap. Die zegt dit: zonder liefde heb ik niks aan een manschap. Die manschappen gaan alleen het gevaar in omdat ze weten dat ik ze niet onnodig het gevaar instuur. Omdat ik van ze hou. Dat vertrouwen van vader. Vriendschap waardig, alsjeblieft. Zijn hier vragen over? Het is wel moeilijk om die combinatie te zien. Ja, nou goed, dan gaan we door een oefening doen. Ik zal u een vraag. Wees even stil. Diep ademhalen. Heel diep ademhalen. Wees even stil. En ga na in jezelf. Wat heeft mij deze middag geraakt? Even stil, diep ademhalen. De ademhalen is namelijk dat je dat verhaal komt. Wat heeft mij vanmiddag geraakt? Even stil zijn. Dat even nagaan. En als je het weet, schrijf het op in één zin. Zijn er, ik wil nu hierover, over de laatste.